deze nieuwsuitzending. Die is voor het slapen gaan. Het is bedoeld voor de mensen die slapen willen gaan. Ik hou mijn stem lekker onder bedwang. Net als een hypnotiseur. En een beetje humor erin. Dat mag toch wel. Ik ga het bij deze voor het slapen gaan. Ga ik het hebben over seks en voorbehoedsmiddelen en whatever. Daar wil ik het over hebben, om mijn gedachten laten dwalen. Waar slaat dat op allemaal? Kijk, seks, dat heeft nut. Want zonder seks heb je geen kinderen. Krijg je ze niet. Je kan urenlang naar een vrouw lopen kijken. Net als Uri Geller. Ik maak je zwanger. Met gedachten of zo. Maar dat werkt niet. Het is een best een mooie film, hoor. Daar speelt Marlon Brando in en Maria Scheider. En die heet Last Tango in Paris. Ik zou hem even kijken als ik aan was. Je moet hem 2, 3, 4, 5 keer zien voordat je het helemaal begrijpt. Hoe het nou precies in elkaar zit. Maar Marlon Brando gaat dood. Spoiler alert. Die vrouw die schiet hem dood. En terecht. Als je de film goed begrijpt. Morbide film. Maar dan er zitten nogal wat seksscènes in. En dan eentje is dat ze dan proberen klaar te komen. Zonder elkaar te penetreren of zo. Alleen maar stilzitten. Kan je klaarkomen terwijl je alleen maar stilzit? Ja, dat kan niet. Volgens mij niet. Het is mij nooit gelukt hoor. Nee, seks, het is maar. En je moet het doen, hè? Dan krijg je kinderen van. En dat is belangrijk. En het is recreatief. Doen mensen het ook. Ja. Wat ik wel stom vind, en daarom hou ik ook deze zending. Wat ik stom vind is dat er mensen zijn en die hebben seks en dan wordt die ene, de vrouw, die wordt zwanger. En dan laat je het aborteren. En dat klopt niet. Dat moet je niet doen. Dan moet je geen seks hebben. Seks is er om kinderen te krijgen. Met de moeder van mijn kind. Jezus, man, dat was een sekstoestand. Dat is echt geweldig. Iedere avond porno in je tweepersoonsbed. Maar het is geen basis voor een relatie. Je kan niet zeggen van ik vind het zo'n leuke vrouw, want ze neukt zo lekker. Dat zeggen mensen wel. Maar op de langere termijn is het helemaal niks hoor. Seks is eigenlijk alleen maar voor seks. En qua eigenlijkheid. Voor kinderen. Een voortplantingsmechanisme. Wat moet je ermee? Ja, ik vind het zo lekker om klaar te komen. Ja. Ooit gehoord van masturberen?
Trouwens, als je gewoon niet masturbeert, heb je er ook niet zoveel zin in. Als alle vrouwen dan netjes in een boerka over straat gaan lopen, dan word je ook niet meer opgewonden door wat je buiten ziet lopen. Zou ook helpen. Ja, er komt een boerkaverbod aan. Dan mag dat ook niet meer. En iedereen maar neuken als konijnen. En dan worden ze zwanger en dan denk je, consequenties, consequenties. Ik ga de consequenties uit de weg. Ja, met een abortus. Ja. Nou, als je dan toch recreatief seks wil hebben, dan ja, een condoom. Ja, maar dan ruik ik zo die lucht. Ja, nou ja. Gewoon 10 keer neuken met een condoom en dan wen je aan die lucht. En, ja, dan krijg je alleen al van de lucht van een condoom krijg je al een stijve of een natte. Oh, lekker. Dit ruikt naar condoom. Dit ruikt naar seks. Oh, we gaan het weer doen. Ja, precies. Oh, een condoom eromheen. En alleen met een vaste partner. Erg belangrijk. In de Bijbel staat het, hè, dat je niet mag wippen buiten de relatie met je vaste partner. Dus je hebt een vaste partner, daar heb je mee geneukt. En dat is dan je vaste partner. Bij een autobedrijf, dan kijk je naar een Mazda 727 en dan denk je, ja, het lijkt me wel een leuke auto, maar ja, mag ik er een ritje mee maken? Nou, meestal mag dat. En waarom niet? Even kijken hoe die rijdt. Met een auto doe je dat. Je komt bij de toko en die hebben dan van die importrijst en dan is best wel goedkoop. En, ja, mag je even dan neem je eerst een onsje mee of zo. Even kijken of die lekker is. Nou, als die goed smaakt, denk je, oké, dan koop ik een zak van 5 kilo. Hm. Maar met seks is dat niet zo. Je kan niet eventjes iemand uitproberen om te kijken of het past. Want ja, jouw pik past toch wel in het voorgat. Dat moet je tegenwoordig zeggen. Je mag niet meer kut zeggen. Voorgat. Je moet kijken. Ja, natuurlijk niet. Natuurlijk past jouw leuter in het voorgat. Dat is een van de kleinste problemen die je hebt, man. Gewoon vol spuiten, die bitch. Dikke buik met benen. En dan zorgen. Met z'n tweeën. Voor dat kind. Daar gaat het om. Het is de man, de vrouw en het kind. Dus deze man, deze vrouw en dat kind. Nederlands is makkelijk, hoor. Duidelijk onderscheid tussen papa en mama, die één zijn, en het kind. En die is anders. Want die is het. Snap je? Ja. Ja, en samen rukken, dat is ook gezellig. Ja, waarom niet? In principe, als je seks hebt met een condoom, dan ga je samen masturberen. Ja, nou, oké. Okay. Als de omstandigheden er niet toe zijn dat je kinderen kan ontvangen, je woont te klein of whatever. Je hebt 1 kind en ja, dat gaat hartstikke goed, maar dan wil je niet gelijk nog een kind, maar je wil wel seks. Ja, haal van die rubbers. Kan je nog steeds lekker blijven olieën? Ja, een soort yoga, zullen we zeggen. Yoga-seks.
En waarom niet? Met je vaste partner? Niks aan de hand. Je mag van mij ook orale seks doen. Waarom niet? Maar niet seks met iedereen. Een vriend van mij, die is echt wel seks geobsedeerd hoor. Die neukt elke dag, of in die tijd dan. Ja, zei die, ik wil haar graag beffen. Maar zij wil dat niet. Houdt dat in dat ze vreemd gaat? Ik denk het wel. Want dan zou ik die lucht van die andere pik zou ik kunnen ruiken of proeven. Ik ben daar niet op ingegaan. Ik hoef dat ook niet te weten. Interesseert me niks. Aardige vent hoor, die vriend. En hij neukt. Ja, hij neukt echt voor kinderen. Hij heeft al 3 of 4 of zo. 3 of 4 kinderen bij elkaar geneukt. Nee, misschien wel 5. Zo had ik net al. Ja, die vent is lekker bezig. Goeie seks. Zijn vrouw is dan hoog intelligent. Zo'n IQ van 140. En die werkt in het onderwijs. Ik neem aan dat het goed gaat. En terug naar... als mensen dan... Ze willen seks hebben... Maar ze willen geen kinderen. En wat dan? Ja, wat doe je dan? Nou, dan kan je zeggen... Nou, dan ga ik elke dag ga ik een pil slikken. Met een hoeveelheid oestrogeen erin. En op dag 1 is dat zoveel microgram. En dan dag 2 is zoveel. En dan leg ik mijn lichaam een verandering van de hormoonspiegel op. Dusdanig dat als een eicel bevrucht wordt... dat die niet een kleefplek heeft in de baarmoeder. Maar dat die bevruchte eicellen naar buiten stromen... en die belanden in het riool. Die gaan naar de afvalverwerking toe. Dat zijn dan bevruchte eicellen die je eruit doet. Hè? Als je de pil slikt. En je neukt. Dan wordt jouw eicel, voor jou als vrouw, dan wordt de eicel bevrucht. Op voorwaarde dat je een gezonde kerel neukt. Ik kan ook een vent neuken die bij Fukushima heeft gezeten. Die is onvruchtbaar. Ja, daar kan je lekker mee neuken, daar gebeurt er helemaal niks. Maar als jij bevrucht raakt, als jouw eicel bevrucht raakt... en je slikt de pil, dan gaat die bevruchte eicel naar de klote. En is dat erg? Ja, dat is erg. Want de bevruchting van een eicel, dat is een wonder. Die eicel, die is mega huge. En dan komt er zo'n heel klein spermatozoïdetje, 1 van de 30.000 of zo... Ja, en die doorboort die celwand van de eicel. Die weet precies waar die moet zijn. En dan sluit die eicel zich van oké, eentje is genoeg. Hm.
als er iets mis mee gaat met het sluiten van die eicel, dan kan je iets krijgen als een Siamese tweeling. Van die mensen, er zijn twee mensen, maar die hebben maar... Ja, de ene heeft een linkerarm en een rechterarm. En die andere heeft een rechterarm. Maar de linkerarm is dezelfde als de rechterarm van die andere. Of zoiets. Die moeten ze dan operatief gaan scheiden. Het zijn monstrueuze apparaten. Zonder meer. Maar een gezond mens. Ziet er netjes uit. En dat begint met de bevruchting van de eicel. Dus op het moment dat een eicel bevrucht is, het enige wat je nog hoeft te doen, is dat die eicel 9 maanden lang in een broeierige, vochtige omgeving in het donker moet zitten. En dan komt die bevruchte eicel, die komt eruit en die begint te krijzen en... Ja, en dan leert het lopen en dan die bevruchte eicel gaat dan praten, lezen, tekenen. Met de bevruchting van de eicel begint het leven van elk mens. Dus jij bent een bevruchte eicel en ik ben een bevruchte eicel. En wij zijn allemaal veroorzaakt door neukpartijen. Punt. En niet door de marsmannetjes. Ja, of door gedachtentelepathie of zo. Ja, hij keek naar mij en toen, oh, toen voelde ik allemaal benen in mijn buik. Nee. Nee, je hebt geneukt, homo. Ja, zo is het toch. De bevruchting van een eicel is het begin van het menselijk bestaan. Punt. Van de nieuwe mens. Kijk je naar planten. Neem een wietplant. Ik grijp er maar eentje. Neem een wietplant. Er zitten van die zaadjes in, toch? Ja. Nou, die hoef je niet te bevruchten. Het zijn juist die bevruchte planten die dan van die zaadjes produceren. Dus bij planten zit het heel andersom. Maar bij ons mensen is het net als met kippen. Die vrouwen die produceren eieren. Eens in de 4 weken, dan kokkelokokoko, hebben ze de eisprong. En dan ploep, dan komt er weer eentje uit. Ja, en dan een kwestie van sperma erbij. Dus een eicel is geen zaad. We staan niet gelijk aan planten. En dat proces, dat hoor je niet te doorbreken. Als je geen kinderen wil, dan moet je niet je leuter stoppen in het voorgat van een andere persoon. Van een vrouw. Dat moet je dat niet doen. Als je geen kinderen wil... En je bent een vrouw, dan moet je niet op je rug gaan liggen met je knieën uit elkaar en een blote piemel... In je kut heen en weer laten gaan. Moet je dat niet doen? Lijkt me toch logisch? Kijk, als je een Ferrari hebt, maar je wil geen 330 km per uur gaan rijden over de Duitse snelwegen, ja, dan moet je niet op het gaspedaal trappen. Een Ferrari kan ook prima 70 km per uur rijden, hoor. Maar doe je het wel, ja, dan hou je stuur in de gaten. Nee, dat je even bij de les blijft. Ja. En dan zijn er vrouwen en die slikken de pil. Hè? Ja, dan word ik niet zwanger. Ja, je eicellen worden wel bevrucht. Je kan wel lekker wild gaan en lekker laten sprietsen in de binnenkant. En oh, wat heb ik een leuke dandy. Ja. Maar die eicellen worden bevrucht. En dat wonder is geschied. En dat wonder, die bevruchte eicel, die laat jij afdrijven naar het riool.
En dat is jouw humane existentie op deze terra. Het woord sodomie, ooit van gehoord? En de grap is met de pil, dat is hartstikke slecht voor jouw lichaam. Kut. Kut in de zin van, hey jij daar. Ja. De pil slikken is killing. Dat mag je helemaal niet doen. Dat is zo stom. Jij als vrouw, je hebt een heel gevoelig hormoonsysteem. Daar heb je vast ongelooflijk veel last van. Dat je eens in 4 weken word je ongesteld. Ja, maar in de tussentijd gebeurt er ook van alles, hè? Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, ik heb er niet zo'n last van. Ze zeggen wel dat mannen ook ongesteld worden eens in de 4 weken. Maar dat zal allemaal wel. Maar ik heb geen maandverband nodig. En dan de pil gaan slikken. We spelen met vuur, mafketel. In de tijd dat ik in Wageningen studeerde, ik heb heel veel wiskunde gedaan. Een wiskundige statistiek vooral. Parametervrije methode, dat was mijn favoriet. Kan je heel goed kijken, dan heb je allemaal meetgegevens. En ja, wat houden ze eigenlijk in? Is er een correlatie? Is het zo dat mensen die vogeltjes in huis houden, in de woonkamer een volière hebben, is het zo dat als je dat hebt, dat je dan hogere, dat de mensen die vogeltjes in huis hebben, dat die vaker longkanker krijgen dan mensen die geen vogeltjes in huis hebben? Ja, dat is zo. Dat is geconstateerd, dat is geturfd. En roken, dat maakt ook uit. Maar het houden van vogeltjes in huis, dat was gevaarlijker. Maar tegenwoordig houdt niemand meer vogeltjes in huis. Dus nu is alleen nog maar het roken de oorzaak van longkanker. Maar in de tijd dat mensen in Nederland vogeltjes in huis hadden. Parkieten, kanaries, zeg maar. De verklaring is dat in die vogeltjes hun verenvacht, dat daar schimmels in persisteren. Die groeien daar lekker in. En die vogeltjes hebben daar geen last van. Nee, maar die pollen, of hoe heet dat bij schimmels? Sporen heet dat. Die sporen, ja. En dan krijg jij die kanarieschimmel in je longen. Ja, dat is gegarandeerd succes. Ja, en er is ook gevraagd aan vrouwen die dan een borstkankerdiagnose hadden in die dagen. Van ja, en wat zijn uw gewoontes? Doet u dit, doet u dat? Een vragenlijst, mini. A, B, C, D, E. Nou, dat hebben ze ook gedaan onder een aselecte groep van vrouwen die geen borstkankerdiagnose hadden. Zelfde vragenlijst. En toen bleek dat die groep vrouwen met borstkankerdiagnose, die hadden een gewoonte die onder die andere vrouwen niet voorkwam. Nou, eentje daarvan is het roken van tabak. Dat verhoogt de kans op longkanker. Maar de meest significante, de meest opmerkelijke, was de gewoonte om dagelijks oestrogeen te slikken. De pil te gebruiken. Ja, die viel op. Meer dan roken. Die was duidelijker. Het slikken van de pil leidt aanmerkelijk tot meer
borstkankergevallen. Borstkankerdiagnose. Ja, dus waarom zou jij de pil slikken? Met gevaar op tietkanker? Dat moet je niet doen, man. Doe er een rubber omheen. Of doe het anaal. Ja. Doe wat anders. Maar geen pillen slikken. Niet doen. Erg onverstandig. Morning after pill is zo mogelijk nog erger. Als je een morning after pill slikt, dan neem maar 3 weken vrij van je werk. Je gaat helemaal onder de kloten, man. Dat is een chemische abortus. Hè? Niet doen. Ja, maar ik wil geen kind. Ja, goed, dan neem maar 3 weken vrij van je werk. En zeg maar tegen je baas, van, ja, ik ben zo stom geweest om op mijn rug te gaan liggen. Terwijl ik helemaal geen kinderen wilde, maar het is wel gebeurd. En ja, ik laat het kind eventjes... En ik wil 3 weken vrij. Ja. Krijg je 3 weken lang geen salaris. Hè? Onbetaald verlof. Nou, als je de morning after pill vergeten bent, dan zijn de vrouwen en die laten het wegsnijden. Nou, dan ben je ze mogelijk nog gekker, hoor. Dan kan je helemaal mijn rug op in de zin van fatsoenlijkheid. In de hele Bijbel komt het woord abortus niet voor. Wat denk je wel niet? De moeder van mijn kind, die heeft mijn tweede kind laten vermoorden toen mijn tweede kind 14 weken was. 3,5 maand. Maan. 12 weken, man. Dat kind had al een bloedstroom en een hart dus. En dat laat je vermoorden? Dat geeft zwaar, jongen. En zij, de moeder van mijn kind, mijn eerste kind, haar hormoonsysteem, ze was toch al instabiel. Maar toen dat gebeurde, ja, haar hormoonsysteem, haar lichaam, ze is geamputeerd. Jezus, wat werd ze gek, man. Op de verjaardag van mijn dochter, die erop volgde, ongeveer 2 maanden na die abortus, toen heeft die moeder ervoor gezorgd dat ik niet in staat was om cadeautjes te verzorgen voor die verjaardag. Helemaal gek. Ja, dat is erg, hoor. Zo, man, die draaide helemaal door. Nee, abortus, illegaal. Onder zware medische omstandigheden, dan kunnen we het erover hebben. Maar die recreatieve abortussen van vrouwen die denken van, nou, ik heb volgens mij geen zin in een kind. Ja, dan had je niet moeten neuken. Punt. Je hebt wel geneukt en je buik zit vol met benen. Ja, dragen die handel. Nee, abortus is de aller slechtste manier om geen kinderen te krijgen. En geen seks hebben, niet neuken, is de allerbeste manier om geen kinderen te krijgen. Kein Kinder, bitte. Of zoals Nina Hagen zong,
Voor het in de eerste kinderschreien, moet ik eerst mijzelf bevrijen. Unbeschreiblich, weiblich. Daar had Nina Hagen het volgens mij over het recht op abortus. Ik zeg dan, geen kinderen, als je jezelf nog niet bevrijd hebt, ja, ga niet op je rug liggen als vrouw met je knieën uit elkaar, met je welriekende gleuf. Dat niet doen. Als je geen kinderen wil, ja, dan niet op je rug liggen met je knieën uit elkaar. Punt. Maar zo moeilijk is dat niet. Een abortus is geen oplossing. Abortus is schadelijk voor je lichaam. Dus als je een morning after pill slikt, dan neem je 3 weken vrij, onbetaald verlof van je werk. En je mag hopen dat je je baan mag behouden. Want je baas zal er ook niet blij mee zijn. Maar als je een abortus hebt laten plegen, minimaal 6 maanden. Ja, goed begrepen. Dus de pil is uitermate slecht voor je lichamelijke constitutie, maand in, maand uit. Een abortus, ja, nou ja, het is dan een amputatie. Zonder meer je hormoonstelsel. En dan daarna dat knagende gevoel. Want je hebt het laten doen. Je hebt een mens laten vermoorden. En dan kan je je beroepen op de Nederlandse wetgeving en zeggen van ja, het was legaal. Toen ik het deed. Ja, maar dat is legaal. Er zijn wel meer dingen legaal. Maar dat zegt niks over de natuur. In de Verenigde Staten, bij de Verenigde Naties, daar wordt er al over gesproken om mensen die geboren zijn, dat je die een spuitje kan laten geven. Ja. Ja, dat is nog niet door de Raad van de Verenigde Naties heen gekomen. Maar het is al voorgesteld. En waar ben je dan mee bezig? Ja, stop met neuken. Stop een kurk in je kut met weet ik wel wat, hier van scheermesjes erin geprikt. Snap je? Jij als mens, jij hebt het vermogen om je voor te planten. Dat is ook de bedoeling, by the way. En wel zoveel mogelijk. 2, 3 kinderen per vrouw. Dat is de norm. Momenteel zitten we onder de 2. Ja, dat betekent dat we omlaag gaan in aantal. En waarom? Is de aardolie op? Gaat de zon uit? Ja, maar binnenkort wordt het windstil en dan hebben we ook geen windenergie meer. Nee, doe maar aborteren. Nee, dat is helemaal niet aan de hand. Gewoon doorneuken voor kinderen. Neuken voor kinderen. Dat is seks. Er is al onderzoek verricht naar vrouwen die meerdere seksuele contacten hebben gehad. Met hoeveel partners heb je geneukt, werd er dan gevraagd. Hè? En de andere vraag was, ben je gelukkig? Wat blijkt dan? De vrouwen die met meerdere partners, seksuele partners, die zijn niet gelukkig. Zeggen ze zelf, hè? Alleen maar een vraag. Met hoeveel mannen heb je gewipperd?
En was je getrouwd met die mannen of wat? Ja. Ja, en een aantal wippartijen buiten het huwelijk om? Hoeveel? Ja. We zien het zo. Vrouwen die dat veel doen, die zijn ongelukkiger, zeggen ze zelf, dan vrouwen die dat niet doen. Vrouwen die seks hebben gehad met één man, 80% daarvan is gelukkig. Dat zijn gelukkige mensen. En dan vragen ze ook aan die mensen van, ja, en hoe is dan je seksleven? Is dat een beetje te doen? Dan zeggen die van, ja, dat is prima. Ja, ik doe het al. Ja, ik doe het met Henk. Ik heb Henk leren kennen toen ik 12 was. En nou, toen we 18 waren, toen gingen we de wipper. En toen hebben wij Joris en Catharina en Margreet hebben we gekregen. En ja, we neuken nog steeds. Ja, dat is best lekker hoor. Dus ze zijn ook meer tevreden over hun seksleven. Ja. Monogamie is alles. En dat staat dan in de Bijbel ook. Geen seks buiten het huwelijk. Je hebt je vaste partner en that's it. Ja, en kinderen, ja, dan moet je even samen overleggen. Maar dan neuk je je vaste partner met een condoom, omdat er nog geen kinderen kunnen komen. Of zo. Maar even een beetje met een condoom. En nou, ja. Gewoon voor de gein. En dan die rubberen toestand eraf. En dan gaan we voor het echi. Ja, waarom niet? Daar is neuken toch voor bedoeld? Voor kinderen. En geen gezwijk met pillen? En flikker op. Een spiraaltje? Ik zou het ook niet doen hoor. Je gaat toch niet de godganse dag, elke dag, met een stuk metaal in je kut lopen? En wat de dokter erin moet zetten en de dokter eruit moet halen. Ja, ga er weer maar. Ja, dan kan je nog beter een neuspiercing nemen. Of een oorbel. Maar niet zo'n kriebelding in je kut. Lijkt mij hoor. Dat is onnatuurlijk. In de woestijn hebben we ook zo'n, met die kamelen. Dat was een hele lange tocht van Bagabahi naar Gamagabu. En wat je niet wilde, dat er dan een kameelvrouwtje zwanger werd. Nou, dan stopte je daar een steentje in de kut van de kameel. Bepaalde steentjes, diep erin proppen. Want ja, dan gaat zo'n kamelendrijver, die gaat s'nachts een tukkie doen. En dan weet hij ook niet wat die mannetjes kamelen gaan doen met die vrouwtjes. Maar dan konden die kamelen lekker gaan wipperen. En die vrouwtjes hadden allemaal een steentje in de kut. Maar ja, dat zijn dieren. Hè? Maar wij zijn toch geen dieren? Wij moeten daar veel voorzichtiger mee worden. Die seksualisering van de maatschappij is geschied. Hè? Met de Nederlandse Vereniging van Seksuele Hervorming, de NVSH. Bestaat die nog eigenlijk? NVSH. NVSH Den Haag. NVSH.org staat er maar. Ja, er staat hier. De NVSH stelt zich ten doel bij te dragen tot de emancipatie van mens en gemeenschap, vooral op het gebied van seksualiteit. In onze woorden nu, dubbele punt, quotering. Durf in vrijheid jezelf te zijn zonder de ander te kwetsen. Die quotering staat fout. Maar goed. De NVSH ziet dit als iets noodzakelijks en creëert plekken waar je mag en kan zijn zoals je bent met als uitgangspunten, dubbele punt,
tolerantie, comma. Opheffen van vooroordelen, comma. Mensen in hun waarde laten, comma. Geen discriminatie, comma. Acceptatie, comma. Solidariteit, comma. Respect voor anderen. En dit alles op het gebied van seksualiteit en relaties. Het zou verboden moeten worden. De moeder van mijn kind, die heeft mij verteld dat in haar jeugd, toen ze 8 was of zo, toen lagen, ze hadden een uitgave van de NVSH en die heette de seksstand. Een sextant is een meetinstrument om de hoek te meten tussen bijvoorbeeld de poolster en de horizon. Dan weet je op welke breedtegraad je zit. Maar sextant met een K. Hè. Dus seks met een X, dat is een instrument. Maar KS, dat is dan sextant. En dat blad, dat lag op de koffietafel. De moeder van mijn kind heeft me ook nog verteld dat ze op vakantie waren en dat haar moeder, dus mijn schoonmoeder, dat die in de caravan bezig was met het koken van bruine bonensoep of zo. En zij was met haar vader aan het spelen op het grasveld en dat haar moeder het raampje van de caravan opendeed en riep over het veld van Ben, doe je penis in je broek. Ja, de vader zat met haar te spelen met zijn penis uit zijn broek. Dit zegt de moeder van mijn kind. Jammer dat ik dat nooit ter sprake heb gebracht tijdens een verjaardag. Had ik achteraf gezien wel moeten doen, denk ik. Om wat duidelijkheid te creëren. Ja, leuk hè, de NVSH. De Nederlandse Vereniging van Seksuele Hervorming. Dat vaders gaan spelen met hun dochters, met hun penis uit hun broek. En dat die moeders dan roepen, hé, je penis hangt uit je broek. Hé, mooie boel was dat. Wat de moeder van mijn kind mij vertelde. Ik heb dat later nog, veel, veel, veel later, was al na de scheiding, heb ik dat aan haar moeder verteld. Hè? Van, dit heb ik gehoord van jouw dochter. En die moeder zo, nou, maar daar kan ik me niks van herinneren. Ja, nou ja, en wat weten we nu dan? Dus oftewel, de moeder van mijn kind, die heeft het hele verhaal uit haar duim gezogen. Of die moeder heeft last van de Korsakoff, of dementie. Tja, zeg maar, is het links of is het rechts? Die twee verhalen kunnen niet, die twee getuigenissen kunnen niet allebei waar zijn. Dat ga je mij niet vertellen. Het is of het een of het ander. Dan kun je ook nog denken van ja, maar de penis van de vader van de moeder van jouw kind hing per ongeluk uit zijn broek. Nee, maar dat kan niet.
Ik heb in mijn leven een hoop stomme dingen gedaan, stomme dingen veroorzaakt en alles, maar nooit hing mijn penis uit mijn broek. Ik heb namelijk een dubbele beveiliging. Ik heb een onderbroek aan en daaroverheen een broek met een rits. Ja. En een knoopje bij de, waar de riem zit. Ja, dus ik doe een onderbroek aan, een spijkerbroek, doe de riem eroverheen. En ja, je gaat mij niet vertellen dat mijn penis dan uit mijn broek gaat hangen. Nee, dat verkoop je mij niet hoor. Lijkt mij. Het is erg belangrijk om die seksualiteit dat onder controle te houden. Geen pillen slikken, geen abortussen. Maar zorgen voor je kinderen. En seks, ja, als je lekker gemasseerd wil worden, dat is erg lekker. En waarom niet in je blote kont? Ja, waarom niet? Je kan elkaar toch lekker masseren? Voetenmassage, handenmassage, gezichtsmassage. De haptonomie. Zou ik ieder echtpaar, ieder stel wat elkaar lichamelijk wil leren ontdekken. Haptonomie. Ik zou er even in gaan verdiepen. Doe een cursus. Een cursus aanraken. Kan jij die ander aanraken? En kan die ander zich laten aanraken? Bij haptonomie dan is degene die aanraakt, die is net zo goed passief. Je hebt de actieve rol omdat jij de aanraker bent. Dus jij legt je handen op het lichaam van een ander. Maar die ander moet zich laten aanraken. En dat is ook een activiteit. En die kan je voelen als passief. Als, moet ik nou zeggen? Dus jij als actor, jij kan voelen of de passieve, of die reageert. Als dat niet werkt op een bepaald plekje van de rug, bijvoorbeeld, de rug is een hele belangrijke om mee te beginnen, hè? Met het aanraken. En dan voel je op die rug waar je mag aanraken. Waar de activiteit zit van degene die alleen maar op zijn buik ligt. Hè? Waar is die actief? En daar begin je. Dat is heel bijzonder hoor. Dan raak je elkaar aan. Mijn vader heeft het mij laten zien hoe dat werkte. Die tilde mij op. Hij zei, ik leg het je wel uit, ga maar liggen. Het was in de zomer. Buiten, een stretchje of zo. Nou, hij legde zijn handen op mijn rug en hij begon aan die huid te voelen. En hij voelde zo'n plek en hij zei, hoppakee. En hij tilde mij op aan mijn huid. En ik ging zo, het deed helemaal geen pijn, helemaal niks. Nee. En hij liet me weer zakken en dan weer een ander plekje. En, hop, en dan kan ik hier ook tillen. Hop, ja. En dan kan ik daar ook tillen. Hop, ja. Ik was totaal uitgeput. Ik zei tegen mijn vader van, jeetje, dat is lekker. En toen kon ik het ook. Geen probleem. Als je het één keer hebt gevoeld, dan weet je hoe het moet. Ja, doe dat dan. Voetenmassage, dat is er ook zo in. De openingsscène van, weet ik weer, Pulp Fiction. Van Quentin Tarantino. Met John Travolta en, weet je die fan nou, Samuel Jackson of zo? Die negert. En dan gaan ze op weg naar een moordpartij. Dus dan moeten we wat junkies, junkie dealers of zo. Die zijn stout geweest. En die moeten gepiefpafpoefd worden. Hey, dat is niet, wacht, ik pak hem er even bij. Het is niet Samuel Jackson, toch?
Pulp Fiction. Cast. Het is dan... Oh wel, het is wel Samuel Jackson. Ja. Ja. Bruce Willis zit erin. Harvey Keitel. Christopher Walken, die speelt ook wel een leuke rol. Hè. Maar de openingsscène, kijk hem nog maar even. Het gaat over voetenmassage. Nou, ik ga Wim Kruidentuin, dat is een hele goede vriend van mij. Die ga ik geen voetenmassage geven. Dat denk ik echt niet hoor. No way. Ik wil hem ook niet aan mijn voeten hebben, by the way. Maar een vrouw? Ja. Is lekker hoor. Een vrouw aan mijn voeten? Ik heb zo... hoe heet het ook alweer? Zo'n Duitse... van Podo, huppeltje pup of zo. Dan krijg je zo'n voetenbehandeling. Dat is best lekker. En een voetenmassage geven, dat is ook hartstikke lekker. Ik doe dat graag hoor. Vrouwenvoetjes. Dat is toch ook seks? En daar word je niet zwanger van. Dus, kan je ook half van klaarkomen. Ik ga afsluiten, want mijn bier is op. En het is eerste kerstdag. Dus, even kijken welke supermarkt er nog open is. Wordt waarschijnlijk een eindje lopen. Maar... Wees dan maar zo. Hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. Ik stel het erg op prijs. We hebben gehad over seks en de voordelen daarvan, kinderen. En de nadelen daarvan, dat is de pil, de morning after pil en abortus. Dat is een nadeel van seks hoor. Ja, maar die condooms, dat is milieuverontreiniging. Ja, dat valt wel mee. Als je auto rijdt, dan verbrand je ook heel wat rubber, hoor. En van één autoband kan je, ik weet niet hoeveel condooms maken. Dus ja, waar heb je het over, homo? Nee, bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers, zaak hier. Tjus. En dag lieverds.